Welkom op Sint Barbara. Deze begraafplaats ligt in het Westerpark. En de begraafplaats is natuurlijk ook een natuurpark. Dit is Heilige Barbara. Zij waakt over de begraafplaats. De begraafplaats is naar haar vernoemd. De kapel kan gebruikt worden voor uitvaten of alleen een dienst zonder begraving. Katholiek of neutraal. De opstelling kan worden aangepast. Er is zitruimte te creëren voor 140 personen, aangevuld met staanplaatsen. Er is een uitstekende geluidsinstallatie en vertoning van beeldmateriaal is ook mogelijk. Dit is de familiekamer. Er zijn verschillende mogelijkheden wat de condoleances betreft. De koffiekamer biedt plaats aan circa 50 personen. Vanaf 50 personen wordt de aula gebruikt. Urnplaatsing kan in een urnentuin, urnengraven of in een particulier graf. Dit is een particulier graf, waarbij de rechthebber bepaalt wie erin begraven mag worden. Een particulier graf kan worden uitgezocht. Dat kan een zandgraf zijn of een keldergraf. Een particulier graf kan telkens malen verlengd worden. Dit is een algemeen graf, wordt voor 10 jaar uitgegeven. Hier worden 3 personen in begraven die niets met elkaar van doen hebben. Na 10 jaar kan het niet verlengd worden, maar kan wel herbegrafenis plaatsvinden.